camera? Ja! Woe! Ja, en daar zijn we gewoon. We zijn gewoon met z'n twee hier op... dat is toch geweldig? Stripfestival Breda. Stripfestival Breda. Dat gebeurt gewoon. Dat is echt... ja... 2024, ja, we zijn aan het wachten op de tekenaars. Die gaan we vandaag interviewen. Ja, we hebben meerdere van de Eppos-tent eigenlijk. Ja. Die langskomen met nieuwe edities ook. Ja. Ik heb net al wat nieuwe edities gekocht. Ik denk, ja, waarom niet, hè? Ja, wat heb je gekocht? Nou ja, ik had een Elsje beurseditie gekocht. Ja. Eigenlijk koop ik wel vaker die beursedities. Ik heb Kenny Rubenis, zijn Dating for Geeks, zijn laatste album. Ja. Want die reeks is nu gestopt. En ik had een heel leuk album, De Tanden van de Draak. Dat zijn eigenlijk hommagetekeningen van Franka. Ja. En die is samengesteld door een verzamelaar. En daar is nu een mooi boek van verschenen. Dus wat gaaf, man. Ja, Rob Lomping heeft zich gemaakt. Die kunnen jullie allemaal bekijken, denk ik, binnenkort bij de stripverzamelaar. Ja, die op komt in een vlog, hoor. Die komt in een vlugge vlog. Ja, en als we even kijken, het is hier ja, al gezellig druk. Het is nu, time is 11:04. Ja. Ja, we zijn nou in afwachting van natuurlijk de tekenaars. Ja, maar wat leuk is, je komt natuurlijk heel veel stripvrienden tegen. Hè? We hebben net al een paar mensen die ook onze vlogs kijken. Ja. Hè? En, Cedric of Ellen van Duren bijvoorbeeld, Christophe van Hoei, Daan, nou ja, noem maar op, Slasher Dave. Eigenlijk is het een community bijeenkomst vandaag. Ja. Vind ik heel erg leuk. Heb ik ook. Om al die mensen te zien en te spreken. En natuurlijk heel veel tekenaars. Robert van der Krols net. Nou, de mensen die wij straks gaan interviewen. Echt gezellig. Echt leuk, hè? Echt leuk. Ja. Het is, ik verheug me eigenlijk ook op iedere tekenaar. Ja. Nou heb ik natuurlijk met Gerard Leever. Dat is ook een soort jeugdheld, ja, van mij. Voor mij ook. Als ik Gerard Leever zeg, dan moet ik aan Octo Knoopie denken. Ja. Ik weet niet waar dat van is. En later natuurlijk Levers dagboek. Maar wat die man niet allemaal gemaakt heeft, ook voor de Tina en zo. Ja, dat is echt een held. Dan hebben we Jan Vriends. Ja. De cosmonaut. Ja, heb ik niet gelezen. Jij wel? Ik wel. Ja. Ja, echt heel leuk. En waarom ik hem heel goed vind, ja, kinderen meer aan de strips. Dit is een boek die zowel leuk is voor kinderen als voor volwassenen. Ja, dat kan. Dus dan, ja, dat is ook echt meer dan de moeite waard. Ja, we hebben een heel lijstje gekregen. Ik pak hem er even bij. Ja. En dat heeft niet te maken met de persoon, maar meer met mijn slechte geheugen. Want bij elke naam dacht ik van, wauw, die gaan we ook nog spreken. Oh ja, ook een van de helden van jou is Elsje. Ja, Gerben Volkema. Nou ja, goed, ik heb net natuurlijk de beurseditie gehaald. Gerben en Erik maken natuurlijk al langere tijd Elsje-strip. Ja. En ik ben ook vooral benieuwd wat voor projecten die allemaal nog op de planning heeft staan. Maar ook alles wat hij in het verleden gemaakt heeft aan hommagealbums. Ik ben natuurlijk mede verantwoordelijk dat hij de Stripschapprijs gewonnen heeft. Ja, ook nog, hè, destijds. In de jury, ja, dus daar kunnen we het ook even over hebben. Maar ja, echt twee helden die inderdaad aan tafel komen. En dan hebben we nog Ger Apeldoorn natuurlijk. Ja, hè, maar ook Erik Hercules. Erik Hercules ook, ja, dat is een schrijver. En men weet niet dat hij ook heel veel voor Sesamstraat bijvoorbeeld geschreven heeft. Ja, dat is echt een geweldig schrijver. Ja, ook, dus een Sesamstraat schrijver. Ja. Zeker. Nou, dat kan niet iedereen zeggen in het leven, toch? Nee, zeker weten niet. En daarna, wat zei al, Ger Apeldoorn en Anco Dijkman over Dutch. Heb je hem gelezen, Dutch? Nou, ik ben zelf niet zo'n westernlezer. Nee. Dus ik weet niet of jij hem al gelezen hebt. Ja, ik heb hem deel 1 gelezen en ik ben heel benieuwd naar deel 2. Welke progressie daarin zit. Nou ja, dat is een mooi moment om ons over te halen. Hè, waarom we die strip moeten gaan lezen. Ja, absoluut. Dat is een mooi moment. En dat was het lijstje die we gekregen hebben, ook van de uitgevers. Die zeiden die willen wel eens even wat meer in het zonnetje zetten. Ja. Daarnaast hebben wij ook zoete inval. En een van de zoete invallen, daar beginnen we dadelijk mee, is Andrea Kruis. Ja, en haar dochter. Die alle twee, dus je hebt Jan Kruis, Andrea Kruis en dochter Kruis. Ja, even een paar generaties. Ja, precies, een paar generaties en dan gaat het gewoon gebeuren. Ja, heel leuk om haar weer eens te zien. Ze is natuurlijk een geweldig lieve vrouw en ik ben heel erg benieuwd wat ze allemaal nu weer tekent. Ja, precies. Dus we gaan het gewoon doen. Ik verheug me erop en volgende podcast. We zien wie het eerst komt. Ik dacht dat Andrea Kruis was, maar het kan ook iemand anders zijn. Maar niet zo veranderlijk als Bamme de Bam. Stay tuned. Bamme de Bam Bam.